Nou, de competitie zit erop. Bloemendaal is voor het vijfde jaar op rij landskampioen. Ik denk dat als je de finale in twee wedstrijden weet te beslissen, dan ben je de terechte kampioen. En vanuit hier, vanuit mij thuis, de felicitaties richting alle spelers en coaches van Bloemendaal. Voor onszelf bij Amsterdam natuurlijk een erg teleurstellend seizoen, waarin we niet hebben gebracht wat ik dacht dat we wel konden brengen. Van een team met veel internationals, zaal internationals en Jong Oranje internationals. Maar uiteindelijk, op het moment dat we omgingen, waren we net niet goed genoeg en hebben we niet genoeg doelpunten weten te maken. Dus dat is jammer. Uiteindelijk de EHL, ook een beetje teleurstellend. Van Rotterdam verloren, die uiteindelijk weer van het Duitsers verloren in die finale. Ik ben wel blij dat we onze laatste wedstrijd van het seizoen tegen de Spanjaarden uiteindelijk met shootouts hebben weten te winnen. Dus dat is al met al toch nog een mooi einde van een teleurstellend seizoen. Sinds de EHL ben ik een weekje op vakantie geweest en daarna nog gelijk anderhalf week ziek geweest. Dus ik denk dat het lichaam ook wel toe was aan mijn rust. En ik ga me deze zomer rustig voorbereiden op mijn huwelijk dat eind juli zal plaatsvinden hier in Amsterdam. En vervolgens lekker op een mooie huwelijksreis. Dus deze zomer zal ik helaas niet voor Nederland zelf uit kunnen komen met de nieuwe coach Paul van As. Ik heb wel veel vertrouwen in de toekomst. Deze zomer zullen een hoop jonge jongens laten zien aan de nieuwe bondscoach hoe goed ze zijn. En dat ze een plek in het team horen te krijgen. Dus ik ben erg benieuwd hoe het na de zomer er allemaal uitziet. Zoals bekend is ook natuurlijk het WK voetbal aan de gang. En dat volg ik ook op de voet. Dus ik hoop dat Nederland het goed gaat doen. En ik wens het alle succes.